Hoi allemaal, het lijkt wel bijna weer exact hetzelfde filmpje als een paar maanden geleden. Maar dit is een andere video, zo ik op een heel ander tijdstip opgenomen. Het lijkt bijna alsof het achter elkaar is opgenomen, maar dat is niet zo. Ik kom net vanuit mijn werk vandaag dat ik hetzelfde shirtje aan heb. Ik zit wel weer op het blok en Diablo staat er weer naast. Dus dat is misschien nog hetzelfde. Waarschijnlijk krijgen we weer een terroraanval van Diablo. Oké, inmiddels ben ik 8 minuten aan het filmen en is er 15 seconden aan nuttige informatie uitgekomen. Goed, ik ga nu echt beginnen. De ponies staan hier nu precies een jaar en ze staan hier nu in totaal met z'n tienen. Ja, eigenlijk heel kort gezegd is het gewoon te veel. Nu is dat op te lossen door met de mensen van stal meerdere staldiensten te draaien, zodat Chantal, de eigenaresse, hier niet alles in de eentje hoeft te doen. Alleen, het punt is, dat gaat mij gewoon niet lukken. Ik werk de hele week en nou is dat op zich geen punt. Au joh, maar wel als het om 5 uur, ik ben erop voorbereid, wel als het om 5 uur donker wordt. En ik ben 4:30 klaar met werken, dan kan ik niet nog een keer hier alle mest gaan opruimen. Ja, mest opruimen, hooi geven, waterbakken vullen, geiten en de varkens verzorgen. Dat gaat niet. Dus we zijn tot de conclusie gekomen dat het gewoon te veel is. Te veel ponies hier. Ja, en eigenlijk te weinig hulp. Omdat ik eigenlijk gewoon niet meer kan helpen. Daar komt het eigenlijk op neer. Toen hebben Johan en Petra van mijn werk aangeboden. Van Megan, waarom zet je ze niet hier neer? En eigenlijk heb ik altijd gezegd. Het is mijn droom om al mijn paarden gewoon samen op één locatie te hebben. En dat gaat gebeuren. Het is nu vandaag maandag. En morgen dinsdag ga ik de sheds naar mijn werk toe verhuizen. Heel leuk, maar ik vind het ook heel spannend. Want als het goed is, komen ze dus wel in de kudde. En Boots en Diego zijn niet super makkelijk. Dus we moeten even kijken hoe het gaat. Maar het is wel echt heel erg fijn dat sowieso Boots, Diego, Winnetou en Dandy weer met elkaar herenigd worden. Want die hebben natuurlijk altijd samen gestaan. Dus dat is eigenlijk heel erg fijn voor hun. Binnen toen Dandy kennen Donna. Ja, ze hebben Donna 1 keer gezien, maar Diablo kennen ze sowieso niet. Maar ik ga ervan uit dat dat ook wel redelijk goed gaat. Het is wel echt super leuk dat ik binnen toe en Boots weer samen kan gaan trainen. En sowieso de duo trainingen. En wat ook echt een vooruitgang voor mijn bedrijf is. Is dat ik nu gewoon de La Vitana dagen, Donna dagen en de lessen gewoon op één locatie heb met alle paarden van mij samen. Dat is echt heel erg fijn. Dus binnenkort komt er ook meer informatie over. Over de lessen, La Vitana dagen, Donna dagen, rijlessen op mijn paarden, et cetera. Maar ik vind het natuurlijk ook super jammer dat ze hier weggaan. Ze hebben hier echt een heel mooi plekje. Dus ja, dat vind ik wel echt heel erg jammer. Ze hebben het hier echt ontzettend goed. Dus ik vind het ergens ook wel heel erg jammer. Maar wat ik zeg, het is wel echt een vooruitgang voor La Vitana. En er komen nog meer leuke nieuwe dingen aan voor La Vitana. Maar dat ga ik denk ik in een andere video vertellen. Ik ga vast een hele kleine hint geven. En dat is dat de producten van La Vitana en La Vitana Horseshare in een winkel komen te liggen. Maar wat en waar, dat hou ik nog heel eventjes geheim. Dus dat is ook echt een superleuk vooruitzicht. Dus spannend. Nee, niet aan de camera. Dus super spannend. Ik ga proberen hier en daar ook dingetjes voor jullie te filmen. Zodat jullie toch een beetje mee kunnen kijken. Dus ik ben ook echt heel erg benieuwd hoe Winnetou en Dandy en Boots en Diego op elkaar reageren. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Want hun zijn natuurlijk, hun hebben elkaar... Wanneer was de laatste La Vitana dag? Volgens mij 2018. Ja, dus die hebben elkaar ook zeker al 3 jaar niet meer gezien. Hi schatje. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe die op elkaar gaan reageren. Dus let's go. Eens kijken wie we hier hebben. De ponies. Nou, ze zijn gisteren verhuisd en ze staan in de ochtend nog eventjes hier apart. Hi schatjes! En ze gaan dadelijk
hier bij binnen toe en Dandy in. En ik heb de camera mee, want ik wil even foto's maken. Ik ga nu even Win de deken afdoen. Nee, Win! Want dat is, ja, dat is wel gewoon een stukje mooi voor de foto's. Hij schaat! Ik ben heel benieuwd hoe jij het gaat vinden. Ze hebben gisteren wel even gesnuffeld. En Win en Boets waren echt wel erg blij om elkaar te zien. Dandy was wat minder blij, want die dacht ze komen me eten opeten. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Dat zit er weer op. Ik vond het zo ontzettend spannend om de ponies het koppel in te doen. Ik wil er wel eventjes bij zeggen, hier hebben we echt best wel een aantal dagen naartoe gewerkt.
De ponies hebben de eerste dagen apart gestaan in het kleine paddockje. En toen gingen ze in de middag bij Winnetou en Dandy erin. Daarna zijn ze ook nog een aantal uur in de andere wei gegaan. Waarbij ze dus echt met de andere ponies en paarden konden snuffelen. En dat hebben we eerst een week aangehouden. En toen ontsnapte Donna de kudde in de eentje. Ik zei nog, Donna, weet je het heel zeker? Weet jij heel zeker dat jij alleen de kudde in gaat? Nou, ik in de stromende regen achter die pony aanrennen. En ze was weg. Dus Donna die rende gewoon de kudde in op de wei. En eigenlijk ging dat best wel erg goed. Nou ja, Boots, Diego en Diablo die werden natuurlijk helemaal gek, want die zagen Donna rennen. Maar toen dacht ik van, nou ja, het ging eigenlijk zo goed met Donna. Toen heb ik Boots, Diego en Diablo er ook bij ingedaan. En eigenlijk ging dat wel ja, heel erg goed. Dus de beelden die jullie net hebben gezien, dat was de tweede keer dat ze echt de kudde ingingen. En Winnetou heb ik niet op het gras, dus Dandy ook niet. Dat Win anders alleen staat en Dandy die gaat toch zand eten. Eigenlijk ging het wel heel erg goed, dus ik ben daar best wel erg blij mee. Ik wil er wel even bij zeggen, ik heb niet alle dagen precies alles gefilmd. Omdat ik er natuurlijk ook werk en ik kan niet de hele tijd, tijdens werk ook de hele tijd alles gaan filmen. Elke dag, dus ik heb de momenten gefilmd dat ik kon filmen. Dus eigenlijk ben ik wel heel erg blij hoe het gaat. En ik ga jullie in een andere video, ga ik jullie nog even wat meer laten zien waar ze dus 's nachts staan en hoe het nu gaat. Maar voordat we dus naar een volgende video verder gaan, heb ik nog een heel erg leuk pakketje van Chiquelle. En ik dacht het is misschien wel leuk om deze samen even met jullie te gaan uitpakken. Want ik kreeg de laatste tijd best wel veel leuke reacties op deze mini shopblog. En Chiquelle heeft mij weer een pakketje opgestuurd. Ik mocht, wat was het nou? Ik moest 7 à 8 linkjes doorsturen. En daar hebben ze me er 4 van verzonden. Ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. Dat is MEGAN20. Dat is dus voor 20% korting. Ik heb er eventjes bij voordat ik het verkeerd zeg. En Chiquelle, dat is een Zweeds merk. En verzendt ook naar Nederland. Hele snelle verzending. Dat vind ik echt wel erg fijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus als jij ook wat bij Chiquelle wil bestellen, maak dan zeker gebruik van mijn kortingscode. Want 20% dat is best veel. Voor degene die misschien voor het eerst zo'n video kijken. Mijn kledingstijl, en dan bedoel ik niet mijn, nou ja, ook paardenstijl, maar mijn kledingstijl, zeg maar, dagelijks leven, is zolang het maar lekker zit. Het liefst loop ik de hele dag in een legging of met een lekkere hoodie, zoals nu ook. Ik vind het echt heerlijk, hier leef ik in. Dus ik dacht, dan ga ik dat ook bestellen. En dit is een van de dingetjes. Oh, heerlijk. Oh, kijk nou. M. Heb ik M besteld? Oeh, ik hoop dat ik hem pas. Ik krijg altijd wel een lichtelijke hartverzakking als ik die maatjes van Chiquelle zie. Want ik vind wel dat het klein valt. Dus mijn tip is ook, als je wat bestelt, je kan een betere maatje groter bestellen. Maar dan snap ik niet waarom ik een M heb besteld. Nou, misschien pas ik hem wel. In ieder geval ga jullie daar ook alles even laten zien als ik het aan heb. Ik hoop dat ik hem pas. Want ik vind het wel een heel mooi vest. Kijk. Dan hebben we, oh lekker, een, nou ja, het is dus officieel een sportlegging. Als je mijn andere video's hebt gezien, dan weet je dat ik hier ook een blauw setje van heb. Maar ik dacht, ik vind het eigenlijk wel gewoon heel leuk om zo'n lekkere trui of zo'n soort legging te doen. Ik weet niet, ik zie dat wel voor me. Deze in het wit. Ziet er heel klein, heel mini uit. Maar hij past, want dat had ik ook bij de vorige. Oh top, ik heb hem ook in het zwart. Misschien dat ik er wel één voor sporten ga gebruiken, maar ik denk het niet. Dit vind ik eigenlijk zulke mooie kwalitatief goede leggings. Dat ik ze liever hou voor, ja, normaal, zeg maar. In het zwart, super mooi. En dan, oh leuk. Ik hoop de stiekem wel op deze trui. Deze, super leuk. Ik hoop, oeh, hij valt wel heel groot. Dit is Emmetje. Een zwarte trui met Malibu. Ik ben geen alcoholist hoor, jongens. Nee, grapje. Maar leuk. Ja, ik weet niet. Ik zag het wel helemaal leuk voor. Maar ik ga het eventjes
aantrekken. Oh my god jongens, I love it. Dit is dus precies de outfit waar jullie mij gewoon altijd in kunnen zien. Gewoon lekker een legging. Kijk, hij zit ook heel mooi hoog. Dus hij sluit ook super mooi aan. En dan gewoon lekker met zo'n ja, oversized trui erop. Echt heerlijk. Dit, ik denk dat jullie mij hier de hele winter in gaan zien. Super fijn. Dus ik ben echt oprecht heel erg blij. Kijk, ik heb nu de witte legging aan. En ik heb eventjes gewoon een standaard zwart topje eronder. Want ik, op zich, ik vind dat je het zo ook best leuk kan combineren. En dit is dus dat vest. Ik zou hem ook eventjes dicht doen. Ja, zo ziet het er heel gek uit. Eén moment. En zo ziet het er nu uit. Kijk, ik vind het echt oprecht heel erg leuk staan. Als je er dan ook een paar leuke sneakers onder hebt. Dus ja, ik vind dit echt heel erg leuk. Dit is echt precies mijn stijl. Gewoon lekker een simpele, leuke, hoge legging. Want hij is ook weer heel hoog. Daar hou ik van. En dan gewoon lekker met een vest of een hoodie. Ja, I love it. Dit is wel echt mijn stijl zo.